Goedenavond en welkom bij live bij ons aan tafel. Welkom bij de tafel van de spelletjesvrienden. Jullie zitten live in onze woonkamer. Heb jij de andere camera ook aangezet? Die heb ik zeker. Ja, nou, dus daar zijn we er helemaal beginnen. Klaar voor. Ja. Ik heb echt super veel zin in vanavond. Ja, vandaag is wel een spel wat we behoorlijk groot hebben aangekondigd, kunnen we wel zeggen. We hebben het beste tweepersoons spel genoemd, of twee spelerspel genoemd. Misschien moeten we even een disclaimer geven, maar laten we dat dan straks doen als er wat meer mensen meekijken. Ja, snap dan ik wel. Daar voel ik me wat fijner bij. Nou, wat kunnen we nog meer vertellen? We hebben dit weekend natuurlijk weer fantastische spellen gedaan, maar daarover gaan we het hebben in de podcast die we vandaag hebben opgenomen en die vrijdag online komt. Ja, en het is toch al een onderwerp van vrijdag. Ja, het is een echt een Nederlands onderwerp, kan ik wel zeggen. Zeg dat wel. We gaan ook niet flauw doen, maar gewoon antwoord geven. Ja, we hebben het namelijk over de kosten van het bordspel. Van hoeveel kost het nou om het bordspel te maken? Het antwoord vertellen we dus in de podcast die aanstaande vrijdag online komt. Kleine spoiler, het is veel. Het is heel veel. Ja. En we hebben het ook niet zelf verzonnen. Hè? We hebben dit aan de expert gevraagd, zoals jullie gewend zijn van onze podcast. We hebben 3 mensen die hun mening erover geven. Dat maakt het niet beter. Nee, het is echt prijzig. We dachten, is een kaartspel goedkoper? Wel iets, maar ook nog heel prijzig. Maar de details erover, die zullen we dus aanstaande vrijdag met jullie delen. Hey, er was vandaag supergoed nieuws. Ja, inderdaad. Ik heb het gemist, want de site lag meteen plat. Ja, klopt inderdaad. En dat geeft maar aan hoe groot het nieuws was. Het gaat namelijk over Stonemaier Games, het bedrijf van Jamie Stackmeyer. En Jamie Stackmeyer, die hebben we vorige week al even benoemd. Want die is onder andere de maker van Sight, het spel dat we vorige week speelden. En hij heeft ook een uitgeverij, Stonemaier Games. Die heeft onder andere in het buitenland Wingspan uitgegeven. En die is gekomen met een nieuw spel. En dat is groot nieuws, want ze doen dat niet al te vaak. Het spel heet volgens mij, en nu ga ik een beetje in een grijs gebied, ik weet het niet 100% zeker, Pennolium, als ik het goed heb. Het is gemaakt door een man wiens naam ik ook kwijt ben. Zo goed is dit verhaal. Maar het is in ieder geval iemand die nog maar 1 spel had uitgegeven. Dus een nieuw iemand op de markt. Het is asymmetrisch. Dat betekent dat eigenlijk alle spelers een soort andere actie hebben. Dat die eigenlijk heel anders spelen. Dus iedereen heeft een eigen rol inderdaad. Daarnaast schijnt het ook, en ik weet niet precies hoe ik het voor moet zien. Ik heb het nog even gecheckt. Het schijnt turnless in het Engels te zijn. Oftewel, zonder beurten zou ik het vertalen. Ja. Geen idee. Dus het klinkt heel futuristisch. In het buitenland is hij vanaf augustus te koop. Ik hoop dat Nederlandse uitgeverijen hem oppikken, maar daarover is nog helemaal niks bekend. Ja, en de reden dat we er zo vaag over zijn is dus omdat de site van Stonemaier Games direct plat lag. Die was helemaal niet meer bezoekbaar. Dus wij moesten ook maar een beetje snel overal wat info vandaan halen en een beetje gokken. Als je daar meer over wil weten, ga even kijken of de site weer op staat. Kijk even bij Jamie Stackmeyer op zijn Instagram-account. Heeft hij ook nog niet al te veel van gedeeld. Maar nou ja, we gaan er in de loop van de tijd meer over horen. Denk ik. Ik ben in ieder geval erg benieuwd, want de Stonemaier Games staan er wel onbekend dat ze bizar goed zijn. Ja, ik zie opeens een reactie binnenkomen. En iemand zegt, 999 Games zag ik net. Ga uitbrengen. Oh, dat is dan echt maar nog een Lieke, wat vertel je ons nu? Ja. Is dat serieus waar? We kregen direct het mailtje binnen. Toen heb ik het opgeslagen. Ja. Ik heb ondertussen niet meer de tijd gehad om dit te fact-checken. Nee, want we moesten iets voorbereiden. Maar dat zou fantastisch zijn, want het klinkt echt heel tof. En de vorige spellen die ze uitgegeven hebben zijn Wingspan en Tapestry. Beide toppers. En dus beide bij 999 Games uitgekomen. Dus de kans zat er al wel in, maar ja, we wisten het niet. Oh ja, Debbie die bevestigde en zegt 999 Games brengt hem uit. Jongens, bedankt dit voor het doorgeven. Hij komt krijg ook er warm van. Maar hij komt dan ook natuurlijk heel snel bij ons op de website. Uiteraard. Wij willen dit niet missen, dus hou ook onze website in de gaten. Ja. Zodra die beschikbaar is, kun je je e-mailadres achterlaten en dan krijg je een mailtje als je op voorraad is. Het zou me niks verbazen als dat morgen is. Als er foto's zijn, is dat morgen. Ik bedenk wel een tekstje erbij. Maakt allemaal niet uit. Ja. Dit is een leuk spel. Groetjes, Geert. Ja. Hey, waar gaan we het vanavond over hebben? Ja, vanavond gaan we het hebben over wat we aankondigden op Facebook als het beste tweespelerspel. Het was er gelijk iemand die zei Terecht. Maar zijn jullie niet bang dat de Seven Wonders Duel fans nu heel boos worden? Ja, daar zijn we heel bang voor. Ja, want dat staat in de top 20 volgens mij op dit moment van beste bordspellen ooit. Dus ja, qua populariteit kan dit daar niet tegenop. Nee, en toegegeven, die staat ook met stip op nummer 2. En voordat we dit spel hadden gespeeld, stond hij bij ons ook op nummer 1. Seven Wonders Duel, heel erg aanrader, veel leuker dan Seven Wonders. Topspel, ook precies voor 2 spelers gemaakt. Maar dit vinden we nog leuker. Ja, dit vinden we inderdaad nog leuker. Op 3 staat overigens, mocht je de complete top 3 willen weten, staat Watergate. Is vorig jaar uitgekomen bij What Goblin Games. Is ook heel goed.
En even voor de duidelijkheid, we hebben het hier dus over spellen die je alleen met z'n tweeën kan spelen. Hier zit toevallig ook een solo variant bij. Ja, oké. Maar eigenlijk maximaal 2 spelers. En deze staat gewoon dus Duelist Island bij ons op 1. Ja, en dat is dus even goed om te noemen. Want alles wat wij spelen altijd is leuk met 2 spelers. Tenminste, als we het deden als leuk, is het ook leuk met 2 spelers. Dat komt omdat wij 99% van de tijd met 2 spelers spelen. Dus we zouden wel gek zijn als we spellen delen die alleen maar leuk zijn vanaf 5. Natuurlijk heb je wel partyspellen die echt leuker worden als je met meer mensen bent. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Maar nu hebben we het dus even specifiek over spelers, zeg maar duo-spellen. Spellen die je echt alleen met 2 personen, los van de solo-versie, kan spelen. Maar in ieder geval niet met meer. Ja. En over Duelist Island gesproken, want daar gaan we dus vanavond over hebben. Jullie zien hier Dinosaur Island staan, de grote broer. En Duelist Island daar rechts van. Ja, voor jullie ook rechts. En we gaan het aan het einde van de uitzending nog even hebben over Dinosaur Island. En wat nou precies het verschil is en wat dat extra toevoegt. Want die is dus uitgebreider. Maar we beginnen even met de basis, met de 2 spelen variant, die ook wat korter duurt. Ja, en de grap is dat ze dus door 2 verschillende mensen gemaakt zijn. Nu moet ik even spieken dat ik het niet verkeerd tegen jullie vertel. Maar Dinosaur Island, dus het grote spel, want ik denk als we het heel snel zeggen dat je bijna het verschil niet hoort. Yep. Je krijgt een 7,8 overigens op Board Game Geek. En die is gemaakt door Jonathan Gilmer en Brian Lewis. Maar Duelist Island is gemaakt door Ian Mas. Krijgt een 7,3 op Board Game Geek, dus ook supergoed. Qua moeilijkheidsgraad is Duelist Island op een 2,36. Een paar posts geleden op Facebook hadden we uitgelegd hoe dat nou werkt met wanneer het een expertspel wordt. Nou, Board Game Geek die rankt het tussen de 1 en de 5. En vanaf 4 wordt het een beetje een expertspel. Dinosaur Island, dus de grote broer, krijgt een 3. Dus het is gewoon een medium heavy game. Noemen ze dat dan een medium spel? Ja, en de reden denk ik, want het is heel uitgebreid. Ja. Maar de reden denk ik dat het toch niet zo ingewikkeld is. Omdat beide spellen eigenlijk een hele logische fases doorlopen tijdens een ronde. Je hebt een bordje waarop staat, dit is fase 1. Dan ga je naar fase 2, fase 3 en fase 4. En dan is de ronde voorbij. Dus dat speelt heel erg logisch. En daardoor is het ook voor mensen die wat minder van expertspellen houden, heel goed te volgen. Ja, en zeker dit Duelist spel, dat is gewoon een eenvoudigere versie van Dinosaur Island eigenlijk. Ja, en dat is dus ook makkelijker om uit te leggen. Maar we leggen deze eigenlijk uit omdat we op Instagram stories en op Facebook stories aan jullie hadden gevraagd welke jullie het liefste uitgelegd wilden hebben. En dat was deze. Ja, we hadden er thuis al discussie over. Dus toen dachten we, dat kunnen we met meer dingen doen trouwens. Met de afwas of het schoonmaken van de badkamer. Maar nu hebben we het hiermee gedaan. Welke moeten we kiezen? Het werd met stip, kan ik wel zeggen. Duelist Island. En ik kan me voorstellen dat het misschien wel komt, omdat dit spel perfect is voor bijvoorbeeld op vakantie. Als je met z'n tweeën gaat, dan is dit top. Het is niet heel groot en wel heel erg leuk. Ja, en dan durf ik dan ook nog wel te zeggen dat jij gelijk had. Ja, ik was voor Duelist Island. Ja, maar ik dacht, jullie willen all-in, maar nee, nee. We gaan het, dan kan ik wel even je toch een beetje gelijk hebben. Binnenkort delen we onze top 20 van dit moment. Die hebben we afgelopen weekend gemaakt. En dit is dan een tipje van de sluier. Dinosaur Island staat daar gewoon in. Hey, als we dan toch nog even spoilers aan het geven zijn. We krijgen de vraag, wanneer komt die Escape Room Week van jullie? Nou, om heel eerlijk te zijn was eigenlijk de bedoeling dat dat aankomende week was. Maar vanwege drukte moeten we hem even verplaatsen. En we moeten ook nog even een beetje een slag om de arm houden. Dat komt ook omdat er ineens allemaal nieuwe escape room spellen bij ons binnenkomen. En ja, om het een beetje een compleet beeld te geven, willen we die natuurlijk wel meenemen. Dus sorry, hij komt er echt aan. We hopen snel, maar we zijn een klein beetje druk. Nog een vraag. Iemand vraagt, waar zijn de Dino Meeples? Ja. Ja, die zitten niet in Duelist Island. Nee, die zitten in Dinosaur Island. Maar jongens, pak even je zonnebril, want dit schijnt je tegemoet. Dit zijn de roze dino's uit Dinosaur Island. Die zitten dus alleen in de grote boeren. Nou, je mag hem wel opzetten. Dan weten ze dat opzetten. Die daarbij hoort. Kijk, en die zijn fantastisch. Ja, die gaan we zeker nog even laten zien. Maar als we nou eens even beginnen met de uitleg, dan zitten we hier morgen nog. Ja, inderdaad. En ik wilde jullie even beginnen met jullie de bordjes te laten zien. Welke bordjes krijg je en wat kun je daar precies mee doen? Nou, om te beginnen heb je dit bord. En dit is eigenlijk het bord waarop je een aantal dingen op bijhoudt. Je houdt hierop, en dat zie je aan de onderkant staan, je visitors bij. En eigenlijk is dat een naam voor de overwinningspunten in dit spel. Ja. Dus je begint op 5, dus je begint met 5 overwinningspunten. En het leuke is dat je ook op dit bordje kunt kiezen of je voor een kort, een medium of voor een lang spel gaat. Ga je voor een kort spel, dan stop je als iemand bij de 25 overwinningspunten is. Een medium tot 35 en een langer tot 45. Dus zo kun je dat mooi inschatten. Ja. Het duurt dan een half uur tot een uur. Daarnaast heb je ook de excitement level kun je bijhouden.
En dat geeft je eigenlijk meer munten in het spel en zorgt ervoor dat je elke ronde meer overwinningspunten erbij krijgt. En als laatste heb je nog de public relations en daarop hou je eigenlijk bonussen bij waarop je kan kiezen aan het einde van de ronde. Dus dit is bord 1 voor deze drie dingen. Ja, en dat is dus een bord voor ons allemaal. Daar staan gewoon onze eigen blokjes op per kleur. En die public relations is dus zogenaamd voor de PR, dus de media-aandacht die je geeft of krijgt. Excitement is hoe leuk bezoekers jouw park vinden. En de visitors is dus eigenlijk de overwinningspunt van het spel. En dan heb je nog je persoonlijke bordje. Ik pik even die van jou, want jij hebt er nog niks op liggen. Aan deze kant hou je het DNA bij, want het is dus de bedoeling dat je je eigen dino-park gaat maken. En dino's maak je door DNA te verzamelen. Je hebt twee soorten DNA. Je hebt namelijk de basic DNA, dus het basis DNA, gewoon de simpelere, makkelijker te krijgen DNA's. En je hebt de advanced DNA en dat is moeilijker te krijgen, is iets duurder. Nou ja, daar kan je dus ook duurdere dino's mee kopen, dat snappen jullie wel. En op aan de andere kant zie je nog twee sporen. Die rode, dat is je threat level. Dat geeft eigenlijk aan hoe gevaarlijk het is in jouw park. Want dino's zijn natuurlijk geen poesjes. En het is zelfs mogelijk dat dino's je bezoekers opeten. In het grote spel Dinosaur Island gebeurt dat letterlijk. Nou ja, letterlijk. Daar eten ze je meeples op. In Dwellosaur Island eten ze je overwinningspunten op. Maar goed, dat maakt het niet beter. En aan de andere kant, dat gele spoor, dat geeft je security level weer. Want je kan je natuurlijk wel weren tegen de dino's en ervoor zorgen dat iedereen gewoon veilig blijft. Ja, inderdaad. En eigenlijk wil je dus ervoor zorgen dat je security, dus je veiligheid, boven je threat level blijft. Want dat zorgt er over het algemeen voor dat je park gewoon veilig is, dat de dino's meestal niet uitbreken en dat je bezoekers gewoon veilig zijn. Ja, of in ieder geval gelijk. Gelijk, inderdaad. Ja, dat gelijk is, of hoger. Gelijk of hoger is altijd goed. Ik leg dit weer even terug. Ja, want doe nu dat. Weten Dan jullie... laat ik ondertussen even dit laatste bordje zien. Want hier ligt natuurlijk mijne, die is gelijk met die. Dit is het laatste bordje, dat is ook weer voor ons allebei. Aan de bovenkant staan de dino-kaarten. Kaarten kan je op twee manieren spelen, maar daar komen we zo even op terug. Hier komen de dobbelstenen, moeilijk woord. Dobbelstenen te liggen waar je uit kan kiezen. En hieronder liggen nog de specialisten en die geven je ook weer een bonus. Maar hier komen we zo op terug, want eerst die kaarten. Ja, inderdaad, die kunnen we even uitleggen. En als je Gloomhaven gespeeld hebt, dan denk je nu... Ah, kaarten die bestaan uit twee delen, dat komt me bekend voor. Leuke vergelijking, doe even. Ja, dat heb je hier namelijk ook. Je kunt deze kaarten spelen als dino, dan leg je hem voor de bovenste helft neer. Of je kunt ze spelen voor attractie, dan leg je ze voor de onderste helft neer. Om een dino te bouwen moet je DNA inleveren, wat Marieke net zei. En de DNA die je in moet leveren, die staat bovenin. In dit geval betekent dit... twee willekeurige basis DNA. Ja, de DNA hebben gewoon verschillende kleuren. Dat kunnen jullie waarschijnlijk niet goed zien, maar je hebt blauw, lichtroze, paars, groen, donkerroze en geel. Ja, daarnaast kun je de attractie bouwen en daar moet je gewoon munten voor inleveren. Tijdens het spel krijg je munten, die liggen daar. Dus je betaalt gewoon de kosten die erop staan en dan bouw je hem. De dino die schuif je aan de bovenkant onder je bordje. Ja, dat is het enige nadeel als ik dan toch even mag zeuren. Dat ik mag. Heb zo'n hekel aan als er kaarten ergens ondergeschoven moeten worden. Want dan moet ik iets optillen, dan dondert alles er weer af. Ja, ik snap het. Daar kan ik echt niet in. Kijk, deze bordjes liggen een beetje scheef. En volgens mij is dat bewust... Ja, maar waarom is de scheef dan aan deze kant? Ja, het blijft een beetje lastig om eronder te schuiven. Ik heb er zelfs wel eens veeltjes onder geplakt, jongens. Zo heftig ben ik hier. Ja, in mijn, La Granja, je weet dat je bestaat. Ja. De dinosaur, die schuif je dus de partij, dus de DNA voor. En die mag je dan aan de bovenkant eronder schuiven. Dus hierboven krijg je eigenlijk allemaal dino's te liggen die je gebouwd hebt. En daarnaast schuif je je attracties aan de onderkant neer. En zo krijg je dus aan de onderkant eigenlijk verschillende attracties die je hebt gebouwd. En waarom is dat belangrijk? Nou, de eerste fase van een ronde is het krijgen van inkomsten. Je krijgt 3 munten standaard als inkomsten. Daarnaast krijg je 1 munt per restaurant dat je gebouwd hebt. En gebouwd betekent dus dat die hieronder ligt bij de attracties. En je krijgt 2 extra munten voor elk geel driehoekje dat je voorbij bent gegaan op je excitement level. Dus stel je voor, als ik hier op 4 lig, dan ben ik 1 driehoekje voorbij gegaan waar ik 2 munten voor krijg. Als ik dan ook nog een restaurant heb, krijg ik ook nog een derde munt. Je krijgt standaard 3 munten, dus dan zou ik 6 munten krijgen. Ja, en dat is chill, want munten heb je nodig. Maar je kan die attracties nog voor meer dingen bouwen. Je hebt dus het restaurant, nou dat is gewoon een mes en een vork, spreekt voor zich. Dat levert je dus geld op. Dan heb je ook dit kledingsymbooltje en dat staat voor merchandise. Oftewel leuke hebben dingetjes met een dino erop.
die je kan kopen in het park. Nou, dat levert je extra kaarten op. En dat is ook chill, want als je weinig kaarten hebt en die zijn alleen maar duur en die kan je niet bouwen, dan loop je een beetje vast. Dus je wil ook dat je lekker veel kaarten krijgt. En als laatste zijn er deze gebouwen die je kan bouwen. En dat zijn attracties. Daar staat een klein achtbaantje op. En die leveren je een PR-bonus op. Dat is niet het enige moment waarop je een PR-bonus krijgt. Maar goed, dat is gewoon een bonus dat op dit spoor staat. Dat is vaak DNA, een kaart of munten. Ja, nou, dat inderdaad. Goed verhaal. Ja, ik moest even kijken, maar ik ben eruit. Maar goed, fase 1 is dus wat ik noemde het krijgen van munten. Dus je krijgt standaard 3 munten. Je kijkt hoe ver je op de excitement bent. En je kijkt naar hoeveel restaurantjes je hebt voor munten. En je krijgt kaarten. Die mag je van deze open rij hier pakken. De startspeler gaat eerst. Je krijgt standaard 1 kaart. En je krijgt 1 extra kaart voor elk merchandise attractie die je gebouwd hebt hier onderin. Dus stel je voor, als je 2 merchandise attracties gebouwd hebt hier onder je spelersbordje, dan krijg je standaard 1 kaart, 2 extra kaarten, maakt in totaal 3 kaarten. Ja, je mag ze trouwens ook van de dichte stapel pakken, goeie maar ja, dan weet je natuurlijk niet wat je pakt. Nee. Dus de vraag is of je dat wil, maar goed, als er niks interessants bij ligt. Nou ja, die liggen dus hier open, dus de startspeler pakt een kaart. Pak je eigenlijk alle kaarten in 1 keer? Nee, ik pak er 1 en dan als ik startspeler ben, pak ik er 1 en dan jij weer 1. En zo gaat het onderbeurt door, totdat iedereen alle kaarten gepakt heeft die mag. Ja, eventjes 1 vraag van Esther tussendoor, voordat ik het dat vergeet. Die vroeg, was het Esther? Ja, het was Esther. Is het een moeilijk spel, ondanks dat het Engels is? Nou, volgens mij helemaal niet. Eigenlijk is er weinig tekst in het hele spel. We hebben hier de achterkant dat het gameoverzicht weergeeft. Maar dat is puur even voordat we nu niks vergeten. De enige tekst die erop staat zijn deze specialisten. Maar goed, dat is 1 zin en dat is ook open. Dus als er 1 iemand beter is in Engels, kan die dat altijd even vertalen. Of je kan het even opzoeken. Verder werkt alles met icoontjes. Dus als je het spel helemaal gelezen hebt, de handleiding, of je hebt deze video gekeken en je weet het, dan ben je eigenlijk helemaal good to go. Even kijken hoor. Irene vraagt nog dino's bouwen. Ik dacht dat dino's geboren werden. Goed punt. Ze worden geboren. Ja. En worden ze gemaakt in een lab? Jazeker. Want zo zijn wij. Alles lekker genetisch manipuleren. Moreel hebben we geen mening hierover. Het is gewoon... Hupsakee. Neerleggen die handel. Precies. Maar goed. We gaan dus even verder. We hadden inkomsten. We hadden kaarten. En dan? En dan? Dan pakt de startspeler deze zal ik het even doen? Want jij hebt een beetje weinig ruimte. Ja, en die pakt 5 dobbelstenen uit de zak. En die mag... hij of zij rollen. En daar staan verschillende bonussen op. En die bonussen komen hier op dit spoortje te liggen. Want in de tweede fase begin je met de tweede speler. Dus als ik startspeler ben, dan mag Marieke als eerste iets kiezen. Je kiest of een dobbelsteen of een kaart. Op de kaarten staan specialisten die je eigenlijk een voordeel geven voor de rest van het spel. En op de dobbelstenen staan inkomsten. Dat kan DNA zijn, dat kan ervoor zorgen dat je meer security krijgt. Volgens mij kunnen het zelfs ook munten zijn, maar dat is dus eigenlijk iets wat je direct krijgt. Ja, hoofdzakelijk is het wel DNA hoor, want dit is wel het moment dat je DNA binnenkrijgt. Ja, inderdaad, want dat moet je inderdaad voor de rest, dan krijg je dat minder. Dit is het moment. Waar je rekening mee moet houden als je een dobbelsteen pakt. Je pakt er dus 1, die schuif je naar onder toe en je moet dan ook rekening houden met het fiche dat eronder ligt. Dus hier staat een willekeurig basis DNA en op het fiche eronder staat keer 3. Dat betekent dus dat de speler die dit doet 3 willekeurige DNA krijgt. En dat is dus mooi meegenomen. Ja, die fiches die bevatten allemaal bonussen. Je bent er sowieso blij mee. Maar de startspeler kan natuurlijk wel heel erg kijken, oké, wat leg ik waar neer? Want als hij bijvoorbeeld denkt dat ik deze dobbelsteen graag wil, nou ja, ik mag als eerste kiezen. Dus dan kan hij erbij een minder goed fiche neerleggen. En zo aan. Die fiches die liggen los, dus dat verandert ook per spel. Dus dat maakt de herspeelbaarheid weer wat groter. Nou ja, zo kiezen we elke keer ons de beurt iets. Dus jij kiest bijvoorbeeld die, ik kies deze. Je mag deze natuurlijk ook niet meer kiezen, daarom liggen ze hieronder. Dus 1 keer gebruikt is gedaan. En de kaarten die mag je ook kiezen. En daar zijn eigenlijk 2 dingen mee aan de hand. Die geven dus een blijvende bonus voor het hele spel. Deze kaart zou me bijvoorbeeld een security level opleveren voor 1 munt minder. Dus het kost me dan 1 munt minder om een security level omhoog te gaan. Maar ik mag deze kaart ook afleggen. En wat ik dan krijg, dat staat hieronder. Hier staat in dit geval dat ik 1 security level omhoog ga. En dat is zo omdat je maar maximaal 3... Specialisten. Specialisten kaarten mag hebben liggen aan deze kant. Nou, dan zou je zeggen, nou ja, als je vol ligt, waarom zou je dan weer een kaart pakken? Nou ja, het kan omdat er niks over is. Maar je kan ook een beetje je tegenstander clearen. Want als jij denkt, nou, dit is wel een hele goede kaart en ik kan hem zelf niet meer kwijt, dan kan je hem dus afleggen voor de bonus. Of misschien ligt er wel niks interessants bij de dobbelstenen en vind je die bonus interessanter.
Ja, inderdaad. En zo ga je dus eigenlijk door. Eerst pakt de tweede speler een dobbelsteen of een kaart. En zo ga je dat telkens om de beurt doen tot iedereen drie dingen gepakt heeft. En dan blijft er eentje over en die wordt uiteindelijk verplaatst hier naartoe. Dat is een slecht voorbeeld. Dat is een slecht voorbeeld. We doen die. Kijk, die wordt hier naartoe verplaatst. En daar staat eigenlijk één extra gevaar op wat later nog terugkomt. Maar dat betekent wel dat de tweede fase is afgelopen. Ja, en dat gevaar wordt daar gegeven door rode stippen. En dat komt weer overeen met dit threat level op je lopertje. Nou ja, je kan zelf wel bedenken dat dat stront aan de knikker is. Maar we gaan naar de volgende fase. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk de actiefase. Daar mag je zoveel acties uitvoeren als dat je kan. En de eerste actie die je kan doen is het bouwen van een dino. Dan pak je een kaart uit je hand. Je kiest een dino uit. Nou, bijvoorbeeld deze. Je betaalt de kosten die bovenin staan. En je schuift hem aan de bovenkant onder je spelersbordje neer. Daarvoor gebeuren er eigenlijk drie dingen. Er staat zo'n groen driehoekje op. Dat betekent dat je vooruit mag gaan op het excitement level. Dus als er bijvoorbeeld 1 staat, dan mag je 1 stapje vooruit. Daarna staat er ook overwinningspunten op. Die krijg je aan het einde van het spel. En er staat zo'n rood stipje op. En dat zorgt ervoor dat jouw threat met 1 omhoog gaat. Want meer dino's betekent gewoon meer gevaar. Ja, precies. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Want we willen wel voorkomen dat die dino's alle bezoekers opeten. Ja, of niet. Maar dan heb je een hele lugubere hobby. Goed, je kan dus dino's bouwen. Nou, eigenlijk gebeurt deze fase simultaan. Dus we doen allebei tegelijk dingen bouwen. Maar voor dit voorbeeld doen we het even ons de beurt. En dat is eigenlijk puur om de reden dat je dan gewoon korter bezig bent. Maar als je het ons de beurt wil doen, dan moet je dat lekker zelf weten. Je kan dus ook die onderste attracties bouwen. Dus dat zijn die restaurants, de merchandise en de daadwerkelijke attracties waar we het eerder over hadden. Oftewel de onderkant die je aan het begin van de ronde geld, kaarten of een bonus opleveren. Die bonus is overigens alleen als je hem bouwt hoor. Dat is niet elke ronde. Nou ja, die leg je dus hieronder neer en die betaal je met geld. Dus dat zijn letterlijk gewoon deze gele munten. Als je dat allemaal gedaan hebt, dus je hebt zoveel kaarten gebouwd als je wilt, je hebt zoveel dino's gebouwd als je wilt, dan is deze ronde, deze fase afgelopen. Ja, er zijn nog twee dingen die je wel mag doen als je wil. Dat is namelijk DNA wisselen. Dat doen wij niet zo heel veel, maar je kunt één advanced DNA omwisselen voor 2 basis en andersom. En als je dat doet, moet je er een kaart voor afleggen. En je kunt 2 basic of 1 advanced DNA verkopen voor 1 munt. Doen we niet zo vaak, maar daar kun je ook nog uit kiezen. En als laatste mag je ook nog natuurlijk, want dat is wel belangrijk, je security omhoog kopen. Ja, en de kosten daarvoor staan gewoon aan deze zijkant. De eerste stappen zijn 1 munt, 2, 3, 4. Het loopt steeds op natuurlijk. Het wordt steeds duurder. En de reden dat we dat niet zo vaak doen en even tussen neus en lippen doornoemen, is dat je dat eigenlijk alleen doet als je DNA tekort komt of net een munt tekort komt, dat je dan even kan ruilen. We noemden het een beetje snel, maar dat staat gewoon heel erg overzichtelijk weergegeven op dit ding. Dus weet dat dat kan als je tekort komt, dat je even kan ruilen. Maar dus niet onbeperkt. Daarvoor moet je de kaart voor afleggen, want anders wordt het natuurlijk wel heel makkelijk. Ja, inderdaad. En mocht je denken, nou, ik snap het tot nu toe allemaal. Hartstikke mooi, want we zijn er al bijna. We gaan nu namelijk naar fase 4 toe en dat is al de laatste fase in de ronde. Om te beginnen ga je namelijk kijken of je security een beetje up-to-date is. Stel je voor, ik heb 4 security en ik heb 3 threats. Omdat ik dino's gebouwd heb, is dat omhoog gegaan. Dan ga je kijken hoeveel threat er deze ronde bij komt. En daarvoor kijk je naar de dobbelsteen of de kaart die is overgebleven in fase 2. Hier staat 1 bolletje op. Dat betekent dat er 1 threat bij komt. Dus omdat ik 1 security meer had, zit ik goed. Want zolang het gelijk is, zit het goed. Maar als ik bij mij op dit moment het gelijk was, allebei 4, en er kwam nog 1 bij, kwam ik dus 1 security tekort en daardoor verlies ik 2 overwinningspunten. Ja, dus dat is het eerste waar je naar kijkt in het eigenlijke tellen van de punten. Klopt je security? Heb je genoeg of kom je tekort? Kom je tekort, dan krijg je voor elk punt wat je tekort komt 2 overwinningspunten minder. En dat tikt best wel aan, dus ik kan je aanraden om dat niet te doen en om de security echt up-to-date te houden, want je wil niet dat al je bezoekers opgegeten worden. Zeker niet. En daarna ga je kijken naar je excitement level. En dat heeft ook te maken met de dino's die je gebouwd hebt. Want ik noemde al even dat groene driehoekje, dat zorgt ervoor dat je excitement level omhoog gaat. Op dit moment in de ronde krijg je namelijk zoveel overwinningspunten als je excitement level. Ik had 1 dino gebouwd, waardoor ik er 1 omhoog ging. Dus ik heb 2 excitement en ik krijg er dus ook 2 overwinningspunten bij.
Ja, en nogmaals, als je dus bij een kortspel op de 25 bent, dan is het spel afgelopen. En voor een middel is het 35 voor een lang 45. Dat spreek je gewoon voorafgaand aan het spel af. Even kijken hoor, dan hebben we dat gedaan. Dus Gain Visitors, die hebben we gehad. Dan krijg je de PR bonus. Nou, dat is de bonus die op deze track is aangegeven. De startspeler kiest als eerste een bonus. De andere speler kiest een andere bonus. Die is vaak minder goed. Dus dat is ook weer een lekker voordeeltje. Dat is weer een lekker voordeeltje inderdaad. En dan heb je eigenlijk de hele ronde al gehad. Je moet dan nog wat dingen afleggen. Je mag maximaal 3 kaarten in je hand hebben. Dat soort dingen moet je doen. Maar eigenlijk begint daarna de nieuwe ronde en speel je door totdat iemand de afgesproken aantal overwinningspunten haalt. Ja, en that's it. Dus in het kort, aan het begin krijg je munten en kaarten. Daarna mag je dobbelstenen pakken of kaarten pakken die je een blijvende bonus geven. Je mag acties uitvoeren tot je niet meer kan. Daarna krijg je overwinningspunten of verlies je wat als je te weinig security hebt. Ja, je ruimt het een beetje op. De volgende ronde begint en je gaat door totdat iemand bij de 25, 35 of 45 overwinningspunten is. Ja, en aan het einde van het hele spel kan je nog wat bonussen krijgen. Bijvoorbeeld de verschillende setten attracties die je hebt gemaakt. Ja, en dan is het gewoon, de winnaar is degene met de meeste punten. Nog even een paar vragen voordat we hem gaan vergelijken met zijn grote broer. Zeker. Esther die vroeg wel eventjes nog of die grote broer net zo taal onafhankelijk is. Nou, er staat iets meer tekst op. Er zijn meer fiches en tokens die je kan krijgen. Maar er staat ook altijd maar één zin op en die zijn ook altijd openbaar. Dus in principe wel. Het artwork is door dezelfde mensen gemaakt. Dat zie je overal terug. De bordjes zijn vrijwel gelijk. In het grote spel zijn die een stuk groter omdat er meer mogelijkheden zijn. Maar verder is het even duidelijk met symbolen aangegeven. Dus eigenlijk wel. Milou vraagt nog of het extra grote dobbelstenen zijn. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad geen optische illusie, maar dat zijn inderdaad hele grote dobbelstenen. Milou zegt ook, dat lijkt me best makkelijk om te leren. Ja, dat is het ook. Zeker deze Dualisaur Island versie is echt best wel makkelijk om te leren. Maar wij vinden gewoon dat er heel veel herspeelbaarheid in zit, omdat je elke keer weer andere dingen gaat doen. Ja, je hebt natuurlijk superveel kaarten die ik vergeet elke keer hoe ze heten. De specialisten. Specialisten, die sturen Zeker. Je soms een kant op dat je denkt, oh, ik kan nu wel eens dit proberen. Kijken of ik daar veel overwinningspunten uit haal. En voor een twee-spelerspel is het gewoon super uitgebreid. Want een twee-spelerspel is toch vaak een wat simpeler, makkelijker spel. Klopt helemaal. En deze duurt 30 tot 60 minuten. Dat hangt dus af van het aantal overwinningspunten dat je als einddoel kiest. En dat is ook best snel. Als je voor een kort spel gaat, 30 minuten, ben je zo klaar. Dus ja, ja, dat is ook geen reden om het niet te doen. Nou, dan kan ik alvast verklappen dat dat ook de reden is dat wij beide spellen hebben. Dus zowel Dinosaur Island als Dualisaur Island. We spelen ze ook echt allebei. Deze doen we als we gewoon niet zo heel veel tijd hebben. Of we hebben zin gewoon in een wat simpeler, korter spel tussendoor. Dinosaur Island pakken we erbij als we zin hebben om wat uitgebreider aan de slag te gaan. Misschien is het wel even leuk om te laten zien wat daar nou precies in zit. Zeker. Nou, om te beginnen, ik noem hem nog een keer roze dino's. Dus ja, en dan niet één, maar gewoon een hele zak vol, hè, dames en heren. Even kijken. Deze dino's ga je namelijk daadwerkelijk bouwen in je park. Ja, ik had er nog 2 klaargelegd, oh, dus fijn. Ik krijg er 3. Oh, ze zijn nu met z'n 3. Dat vinden ze vast leuk. Het is een gezin. Oh, ah. Hebben ze ook namen? Ze hebben, daar ga ik nog even over nadenken. Oh, okay. Dino, Dina en Diné. Oh. Diné. Oh. Goed. Dan heb je dus spelenbordje. Voilà, dit is degene uit Dinosaur Island. En zoals je ziet, zie je wat overeenkomsten. Je kunt ook DNA kwijt. Maar je hebt veel meer plek eigenlijk om nog upgrades te bouwen. En upgrades zorgt ervoor dat je wat meer actiemogelijkheden hebt in de actiefase. Ja, en dat kan bijvoorbeeld zijn wissel DNA om, maar dat kan ook zijn de security level. Bij dit spel moet je ook daadwerkelijk hokken gaan bouwen voor je dino's. Die liggen op het andere bordje, wat we zo zullen laten zien. Je kan geld krijgen en zo kan je allerlei dingen upgraden. Nou, dit is je daadwerkelijke park. Hier komen brede tegels op te liggen waar je de dino's op gaat zetten. Dus dat zijn de hokken voor de dino's. En de enkelvoudige, dat zijn voor die attracties die we hier ook al op de kaart hebben, maar dan in tokenvorm eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus het is gewoon allemaal veel uitgebreider, veel dino's erbij. En je hebt ook nog zo'n mooi zakje waar de bezoekers in zitten. Ja. Die haal je eruit. En dus nu zijn het daadwerkelijk, je hebt voor jezelf heb je grotere meeples en de bezoekers, dat zijn kleine meeples. Ja, en het leuke is dat je daar heel veel gele bezoekers in hebt. Die betalen gewoon, maar je hebt ook hooligans, dat zijn deze roze meeples. En die betalen niet en die nemen ook de plek in van jouw bezoekers. Dus die zorgen ervoor dat je minder overwinningspunten krijgt. Dus dat is wel heel leuk gedaan, vind ik. Dat er wat hooligans zijn die gewoon voordringen, niet betalen bij de
de entree, zeg maar. En ook de plekken innemen van betalende bezoekers. Dat is echt leuk. Wat ben je nou voor ondernemer? Ik ben een sadist wat dat betreft. Ik geniet daarvan. Nou, waar je bij dit spel wel rekening mee moet houden, is dat je bouwt dus plekken voor je dino's. Hokken waar ze daadwerkelijk in zitten. Dus daar zitten die meepeltjes in. En daar zitten ook plekken voor bezoekers. Die bezoekers die je dus uit die zak trekt, die moeten ook daadwerkelijk zo'n plekje innemen. Heb je niet genoeg plek, ja, dat levert je dus minder punten en minder geld op. En hoe meer dino's je hebt, hoe meer bezoekers je kan aantrekken naar zo'n plek. En ook de attracties hebben plek voor bezoekers. Dus die bezoekers leveren je geld op en overwinningspunten. Maar je moet wel plek voor ze hebben en hooligans betalen niet. Ja, nou inderdaad. En je kunt het dan een beetje raden. Maar deze beide spellen zijn natuurlijk nu in de aanbieding. Dus mocht je een uitgebreid spel willen hebben waar je de hele avond mee kan vermaken. Want voor het grote spel staat 1,5 tot 2 uur. Al doen wij het meestal. Ja, maar jullie kennen ons. Wij zijn snelle spelers, maar 2,5 uur, nee joh. Nee, lijkt me niet nodig. Maar goed, mocht je dus een uitgebreide spel willen, dan raden we Dinosaur Island aan. Maar als je gewoon liever iets snels hebt of echt iets met z'n tweeën wil doen, ja, dan is Dinosaur Island een hele goede keuze. Ja, nog een paar vragen. Zij zijn weer weggescrolld. Oh nee. Even kijken. Dus alle meeples zijn verwijderd bij Dinosaur. Ja, dat klopt. Er zitten geen meeples meer bij Dinosaur. Die zitten echt alleen bij Dinosaur Island. Kun je ze combineren, deze twee spellen? Nee, maar volgens mij, en nu zit ik misschien een beetje op vaag gebied, volgens mij kun je de dobbelstenen hieruit gebruiken in het grote spel, dacht ik. Want de symbolen komen over het algemeen overeen. Dus er zijn wel wat dingen die je kan gebruiken, dus voornamelijk de dobbelstenen. Dus dat kan wel. Ja, maar niet de meeples. En je kan ook niet de dobbelstenen van Dinosaur Island gebruiken voor Dwellersaur Island, want daar staan bonussen op die niet in het spel zitten. Even kijken hoor. De kleur roze voor hooligans. Ik dacht eerder aan zwart. Ja, dat vind ik ook een opvallende keuze. Zeker. Kun je de hooligans niet voor de dinosaurussen gooien? Vraagt Cynthia. Het zou heel fijn zijn, maar nee, dat, op de een of andere manier mag dat niet. Nee, ja, heel raar. Het is ethisch, toch zit het nog redelijk goed in elkaar dat dat niet mag. Ja, ik zou die eigenlijk dan als eerste op willen laten eten als mijn threat level te hoog is. Wie weet voor de 18 plus uitbreiding. Ja, misschien kunnen we een uitbreiding maken. Even kijken. Ja, knalrood. Lieke zegt, ik ben gegaan voor het duelspel. Nou, superleuk. Goeie keus. Robin zegt, ik zou gaan voor Dinosaur Island. Nou, dat vind ik dus ook super grappig dat jullie allebei andere voorkeuren hebben. Snap ik heel goed, want wij pakken dus ook soms de een, soms de ander. Het is net wat je voorkeur heeft. Maar je kan ze dus ook gewoon allebei hebben, want dat doen wij ook. Ik wou net zeggen. Even kijken hoor. Nou, of het rood of niet rood zou zijn, daar verschillende meningen over. Gerard zegt nog een vriendelijke opmerking. Je kan in zowel Dinosaur als in Dinosaur Island kiezen voor een short, medium, long game. Heel goed, dat zijn we hebben vergeten te zeggen. Inderdaad, je kunt namelijk inderdaad ook in de grote gewoon kiezen voor een kort spel. Daar zitten doelkaarten in. Je hebt korte doelen, medium doelen en lange doelen. Dus dat is gewoon heel goed gedaan. Dat je zelf kan kiezen hoe lang wil ik dat mijn spel gaat duren. Ja, maar hele goede opmerking. Dat kan dus niet alleen bij Dinosaur, maar ook bij Dinosaur Island. Linette vraagt, hoeveel spelletjes spelen jullie per week? Ja, en ze vraagt ook of we nog andere dingen doen. Dat doen we. Maar onze grootste hobby is natuurlijk bordspellen spelen. En in de week, het aantal valt nog wel mee, omdat we redelijk lange spellen spelen. Ja. Dus bijvoorbeeld gisteravond hebben we best wel een tijdje aan Maracaibo gezeten. Maar dan doen we toch maar 1 spel in de avond. Ja, maar daar zijn we wel echt 1,5 uur mee bezig geweest. Ja, inderdaad. Dus ik denk per week 10. Nou, we kunnen wel zeggen wat we per jaar spelen. Ik heb mijn telefoon niet hier, want die is aan het filmen. Oh ja. Maar volgens mij hadden we vorig jaar, wat was het nou, 950 spellen gespeeld in het hele jaar, dacht ik. Ja, dat zijn er een stuk meer dan 10 per week. Maar het is wel zo dat we de afgelopen weken wat langere spellen spelen. Dus de afgelopen weken halen we qua aantal denk ik wat minder. Maar ja, ons huiswerk zorgt er ook gewoon voor dat we lekkere lange toppers moeten spelen. Ja, we spelen wel echt bijna elke dag. Maar goed, dat kan dus ook een wat kleiner spel zijn. Maar het is gewoon onze grootste hobby. En zeker in deze tijd dat je gewoon toch wat minder af kan spreken met mensen. Ja, dan blijft er alleen maar meer tijd over. Maar we doen ook andere dingen hoor. We doen ook hardlopen. Dat is een grote hobby van ons. Ja. Normaal gesproken doen we ook aan andere sporten, maar ja, dat gaat nu eventjes niet. Kan het zeggen. Spreek graag met mensen af. Ja, kijk eens uit films. Op dit moment kijken we Stranger Things. Ja, zeker. Ja, maar dat komt alleen omdat je niet durft te zeggen wat we gisteren gekeken hebben. Ja, gisteren hebben we de Eurovision film gekeken. Dat was mijn fout. Ja, ik heb een paar keer geglimlacht, maar het was wel echt heel fout. Als je echt toe bent aan een verschrikkelijke foute film, en ik wil even benadrukken dat die verschrikkelijk is,
dan zou ik hem even gaan kijken. Maar we zijn zelf erg fan van het Eurovisie Songfestival, dus we moesten wel. We zijn zelf redelijk fan van het Eurovisie Songfestival, dus we moesten wel. Ja, je moet ons geen vraag stellen, maar we kijken ieder jaar met heel veel mensen en het is een ding. Ook een thema van ons spel trouwens, het Eurovisie Songfestival. Ja, het is wel een beetje ingewikkeld met licenties. Ja, dat is waar. Zijn er nog meer vragen? Of kan ik langzaam die kant op? Even kijken. Ja, hij scrolt de hele tijd weer naar boven. Oh nee. Gerard is wat later ingemeld, dus hij vraagt of we het niet al verteld hadden. Nou, we hadden het alleen voor Duelles voor verteld, dus echt goede toevoeging. Ja. En sowieso zijn alle toevoegingen altijd welkom, want we vergeten regelmatig iets. Even kijken. Irene zou ook voor Dinosaur Island gaan, want die mist de context in Duelles voor. Dat snap ik al, dat is een beetje de wat simpelere versie. Even kijken hoor, leuk spel. Dinosaur is, ook nog een goede toevoeging van Robin. Dinosaur Island is ook heel leuk met twee spelers. Ja, zeker. Dus als je kijk, het beste spel vind ik, denk ik, Dinosaur als ik moet kiezen. Ja, tussen die twee inderdaad. Ja. Dinosaur is het beste spel, gewoon omdat het meest uitgebreid is. Maar ja, als je wat minder tijd hebt of een wat korter spel wil spelen, ja, ze zijn allebei toppers. Ja, precies. Maar het is wel goed om te melden dat Dinosaur niet per se leuk is vanaf meer spelers, maar ook zeker met twee. Even kijken hoor. Dit is volgens mij vooral in elkaar. Oh, Irene had kaarten voor Eurovisie Songfestival. Oh, ja, dat is pijnlijk. Hopelijk zijn ze volgend jaar ook nog geldig, maar ik heb geen idee hoe dat werkt. Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee. Jongens, we zijn uitgekletst. We zijn uitgekletst. Ik ga langzaam die kant op. Ik wil even noemen nog dat vrijdag de podcast online komt. Ergens rond het middaguur, kan later, kan eerder. Maakt niet uit. Ligt een beetje aan hoe snel Spotify meewerkt. Ja, ik wou het zeggen. Het staat op al je favoriete podcastkanalen. En hij komt ook op YouTube te staan. Wij zijn er volgende week weer met geen idee welk spel. En ik wens jullie alvast een hele fijne week. Nou, dan ga ik jullie vragen, als jullie nou voorkeur hebben voor welk spel we volgende week uit moeten leggen. En je kan natuurlijk ook een beetje vals spelen, want jullie weten, wat we uitleggen is een aanbieding. Dus als jij denkt, hé, ik heb echt zin om dit spel in de aanbieding te hebben, maak er gewoon gebruik van. Vraag even aan of we die volgende week doen. En vergeet zeker niet naar die podcast te luisteren, want daarin gaan we het dus deze keer hebben over hoe duur het nou is om zelf een bordspel te maken. Nou ja, heel duur dus, maar vrijdag gaan we exacte getallen noemen. Op elke podcast situatie waar je maar podcast kan luisteren, staat hij dan. En ook op de website. En dan hoop ik dat ik jullie volgende week weer zie op woensdagavond voor een live bij ons aan tafel.